beste Willys en Marietten, blij dat jullie weer massaal geboeid zitten kijken naar onze aflevering. En ook DJ Nico is vastgekluisterd aan zijn scherm. Jazeker. En kijk eens aan, daar is DJ Marcel. DJ. Om... ja, en die gaat me vast en zeker losmaken uit deze belachelijke, benarde situatie. Marcel, maar de gevangenen niet losmaken, anders allee, krijg ik ruzie met ding. Allee, toe. Nee, maar als Nico braaf is, zal Marcel proberen een stukje van taartje van de week mee te smokkelen. Maar eerst flink je boterhammen opeten, hè. Okidoki, pianissimo. Oké, okay. Jawel beste Willys en Mariette, we hebben hier straks hoog bezoek. Want niemand minder dan Sinterklaas komt hier over de vloer. Maar de goedheilige man moet niet prijzen dat hij hier hartelijk zal ontvangen worden. Oh nee, want Visitoni heeft nog een ijsje met hem te schillen. En een appeltje met hem te pellen. Het zal Sinterklaas zijn een beste dag niet worden. Ja, wat het hadden. Maar eerst schakelen we over naar Robbie, want die staat tussen allerlei mooie vrouwtjes. Miauwkes. Oh, oké. Okay. Inderdaad, Tony, aan mooie vrouwtjes geen gebrek. Want ik sta hier in de plaatselijke parochiezaal waar vanavond de allereerste Miss Universal Prestige Flanders wordt uitgereikt. En de laatste keer dat hier zoveel mooie vrouwen bij elkaar waren, was tijdens het kaalscheren van Miss Collaboratie 1944. En onze trouwe kijkers herkennen vast een bekend snoetje. Want een van de kandidaten is niemand minder dan onze eigen Saskia. Saskia, ben je nerveus? Ja, ik ben eigenlijk wel heel zenuwachtig, want ik heb hier heel lang naar uitgekeken. En die verkiezing betekent echt heel veel voor mij. Net zoals mijn grote voorbeelden, Goede Reliekes en Lien Wezenbeek en Frida van Wijk in 1964. En is je vriend Nico aanwezig om je te steunen? Nee, die kon zich niet vrijmaken. Maar ik heb liever dat hij mij van op afstand steunt. En wij gaan ondertussen even kijken naar de voorbereidingen van deze glamoureuze award. We beginnen met de preselecties van één week geleden. Vorige week organiseerde de firma Van Remortel de inschrijvingen voor de allereerste Miss Universal Prestige Flanders schoonheidswedstrijd. Ook Saskia begaf zich naar de bedrijfshallen van Van Remortel in de Skaldestraat. Ik vind het heel spannend, want normaal gezien is Nico nogal jaloers. Allee, beschermend. En ik ben heel blij dat ik toch mag meedoen. Dat geld zijn natuurlijk ook maar de preselecties, dus de kans dat ze geselecteerd raakt is. Ja, ik ben zo blij dat hij mij steunt. Vandaag zijn hier 10 finale plaatsen te verdelen voor de eigenlijke verkiezingen volgende week. Ik heb de Miss Universal Prestige Flanders in het leven geroepen omdat ik vond dat er nood was in de geburen hier aan een verkiezing, een misverkiezing voor schone jonge meisjes. En ja, ik ben goed geplaatst, want ik zit zelf in de vleesindustrie. Waar blijven ze? Oh, ze blijven wel langer weg, hè? De schoolmeisjes. Ja. Zal ik je gaan kijken? Ja, de meisjes mogen meekomen. Oh, mogen we nu al komen dan? Ja, het is goed, kom maar. Ja, maar hier staat vanaf hier 2 uur wacht, hè? Ja, maar het is goed, je mag dan meekomen. Ja, maar we hebben nog maar 1 uur gewacht. Ja, maar het is goed, je bent eerste. Kom maar mee. Hup, hup. De meisjes worden onderworpen aan enkele kritische vragen van de vakjury. Is dat je vriend? Nee, dat is mijn papa. Het is dus niet zo dat je valt op oudere venten. Je gaat je papa toch niet altijd meepakken, want hij moet af en toe een keer alleen kunnen zijn ook. Verstaat dat, hè? Kun jij goed zwijgen? Kun jij een zwijgerke? Zou jij het erg vinden, moesten er foto's van u op het internet verschijnen? Zou jij iemand makkelijke proces aan doen als die zo een keer van de andere kant maar beter wel leren kennen? Zou jij rubberken dus? Zou jij roep tegen vele? En krabben op? Vind jij het erg om in de sauna naakt tussen andere personen te zitten? Er zijn een stal van prachtige prijzen te winnen. De winnares mag bijvoorbeeld 2 weken naar Palma de Mallorca in een luxueuze 4-persoonskamer. Dus samen gezellig met de organisatie. En ze wint een jaar vooruit een préparé. Préparé du chef. Hallo. Ja, hola. Hola. Valt dat die monnik erin? Mooi, dat ziet er verstandig uit, joh. Oh, alle twee. Alleen voor maar in. Daar, mijn naam. Ja, meneer. Ik ken uw naam toch niet? Ja, dat staat mijn naam, ik kent. Ja, maar ik ken u toch ook niet? Ja, nee, uw naam, mijn meisje. Ja. Het gaat niet, ik kan... Je kan je eigen naam toch? Ja, mijn naam is Lien. Maar ja, zo vaak schrijft je eigen naam toch ook niet? Een beetje helpen, Lien. Een beetje helpen. Voilà. En hoe schrijf je dat met een grote L, zeker? Ja. En dan komt het dan? Zo'n rare E. Een Y. Een naam, 2 N'tjes, zeker. Staat erop, zo. Wie is dat? Hè? Dat is mijn vriend Nico. Ja, niet geselecteerd. Oh, oké, jammer Saskia, maar we hebben geprobeerd. Ik heb je gesteund, maar we zijn hier niet bij. Helaas, oké, bedankt, tot de volgende keer. Ze zijn wel een beetje geweldig ding, hè? Altijd zo volgzaam, niet tegenstribbel. Ja? Dat is een pluspunt, aangenomen, het erbij. Dank u. Ik ga u niet teleurstellen. Voilà, nog een pluspuntje zeker. Ja, goedendag. Is dat hier dat ik moet zijn van Miss Prestige Newsletter? Hola, er is hier al vliezen te verdienen, zin ik zeg. Dit is mijn zaan, ik heb niet van prestige en al. Maar wat een lelijk weef. Zie je wel een vrouw?
Dat is heel zeker dat ik een vrouw mens ben. Hier zeg, je bent wezen zijn er nog, alles meer. Want als ze de preparering te verdienen is, dan is ze zouden hier aan buizen. Preparering de chef, hè? Preparering de chef, dat is dat. Ja, dat is goed, je zit erbij, dat is goed. Op het einde van de dag blijken de 10 finale plaatsen echter nog niet ingevuld. 7, 8, 9. We komen niet aan 10 uit, dat is een probleem, hè? Anders vragen komen vrouwen dat als Veronique mag meedoen. Ja, wie is Veronique? Je gaat toch geen koe laten deelnemen? Dat is nu reglementair. Waarom niet? Het reglement zegt 16 jaar oud en het vrouwelijke geslacht. Voilà. Het is wel een goed ding. Als is goed voorzien van poten en oren, dat zeg ik niet. Maar zij nu. Voilà, schrijf dan op en dan hebben we 10, jong. Maar wat hebben we 10? Hoor je bikini? En naast mij zit de psychiater van ons dorp, dokter Van Parijs. Wat vindt u als expert van zo'n beestenkeuring? Het is natuurlijk waar dat bij zo'n verkiezing het voornamelijk gaat over het uiterlijk van de deelnemers. Inderdaad, dat vind ik ook. Het is inderdaad enkel over het uiterlijk. Het is ziek, plat en vulgair en vrouwenvriendelijk. Dat vinden wij toch, hè? We kunnen het ook onschuldiger bekijken. Het is natuurlijk een schoonheidswedstrijd en het moet dan ook in die context geplaatst worden. Het is belangrijk dat je als partner ruimte laat voor de ambitie van je geliefde. Oké, okay, bedankt. En dit gesprek is ten einde. Bedankt. En verder zie ik dat zelf ook wel graag, een lekkere wijf. Oké, okay, bedankt. Dat is meer dan genoeg. Bedankt. Nieuw, de Margiepop van Mattel met spreekfunctie. Hij was er om een keer door, maar ik heb me zorgen met een kalipovit. Margie is Marina cool. Beleef allerlei mooie avonturen met Margie en haar droomhuis. Kijk, dit zijn Margie's kinderen. Help jij Margie met hen te verwaarlozen? En heb ik er nog een bedoel van een chip? Vind je dat ik gewoon moeilijk laat op? Kijk, daar heb je Kenny. Margie's ex-man. Je bent nog met mijn kamer, toch? Wat het schuit, dat bedoel ik. Ik zus geen allebei doos. Ik heb nog met mijn vingers in de nootjes gezien. En ik heb nog met mijn kruttekus. Wauw, Margie leert ons vieze woorden. Nu ook verkrijgbaar in jouw winkel. Tinderzwangerschap Cindy. Puffen, Cindy. Goedenavond, beste luistervink. Vandaag is een heel speciale dag voor Marcel, want zijn vrouwtje Madeleine is op bezoek. Dus zij is hier meegekomen naar de studio om te zien wat Marcel overdag allemaal doet. Misschien wil Madeleine een keer zien hoe Marcel iets presenteert, of... wat zeg je, Madeleine? Marcel is heel blij dat jij trots bent op hem. En dan kan jij misschien een keer kijken, Madeleine, hoe ik nu overschakel naar Poltijs. Goedendag. Volgende week gaan we aan de slag met het oeroude tv-idee van het Candid Camera. En we gaan dat je wat combineren met bestaande formats en ik zie wat dat geeft. Ten eerste, Candid Makeover. Frank pijst dat hij vandaag naar de autokeuring gaat, maar ons Candid-team heeft een leuke verrassing voor hem klaar. Tijdens de verdoving krijgt Frank op ons kosten een volledige gelaatscorrectie. Jenneke bekeurt of als zijn familie hem nog wel herkennen. Proficiat meneer, met uw nieuwe gezicht. En uw prachtige, mooie borsten. Voor onze volgende Candid gaan we op zoek naar een zo toevallig mogelijke voorbijganger. Welkom bij de Candid Joef. Hey. En hier zitten dan, lieve vrouwtjes. Sinterklaas Kapoentje, de goedheilige man. Yo. En de vraag die brandt op de lippen van ieders kind is... Waarom is Sinterklaas 25 jaar niet meer langs geweest bij Vigé Tony? Dat zou Vigé Tony wel een keer gaan willen weten, zeg. Wat? Ja, je moet niet doen alsof je van niks weet. Want 12 jaar lang bracht Sinterklaas lieve Tony allerlei speelgoedjes. En dan ineens, zonder reden, want Vigé Tony was altijd bravekes, is Sinterklaas niet meer gekomen. En dat vind ik niet okidokie. Zeg je nou serieus of wat? Ja, Vigé Tony is zeer serieus. Heel serieus en diep bedroefd en gekwetst. En Tony eist een verklaring. Tony, ken je het geheim van de Sint niet? Heeft Sinterklaas dan ook een geheim? Is Sinterklaas misschien ook voor de andere... Oh, vandaar dat kleed. En wie zoet is kleed lekkers en wie stout is de... Heb je geen doel voor de Sint? Ook met de feestdagen in het vooruitzicht hebben agenten Daza en Walpet het druk. Omdat er dus een serieuze plaag is aan winkeldiefstallen, hebben wij dus besloten, ik, Daza Gaston en mijn collega hier Walpet Eddy, om een keer in de winkels eens wat undercover rond te lopen om een keer te zien wie dat hier een dief is. Want je weet, wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is... Tuur verwoordelijk. Jezus. Allee, gaan we ze wel op. Stel ze nog heel langs die kant, zou ik aan de andere kant gaan. Ja.
Moet ik er even stoppen? Ja, hier. Sinterklaasje, bonnen. Alles goed met de kinderen, ja? Ja, heel goed. Goed, zijn ze braaf geweest? Ja, heel braaf. Ja, dat is heel goed. Dus verder. Ik ben op zoek naar een roe. Een roe? Een roe, een strafwerktuig voor kinderen. Dat zwiept niet echt, hè? Zie je? Ja. Ik denk dat Sinterklaasje toch liever gaan moeten fouilleren. Hé, hey, Walpert, kom hier, ik ben niet gezien. Zie ik hier? Er zit er nog een. Wie gerde? Zit daar, jong? Er zit er nog een, godverdomme, zo klein op zijn schut. Verdige. Zullen er hier nog onder koffer zitten of wat? Hé? Misschien die van Zafleuren. Zullen die van Zafleuren zijn? Ja, goedendag meneer, wat is hier de bedoeling, jongen? Ja. Wat is hier de bedoeling van? Ja? Ja. Walpert, brengt hij het kindje in de veilige zone? Wat zal ik hier doen? Kom er geen keer zijn hier, wat ben je hier aan het doen? Mag ik hier een paspoort zien, alstublieft, Mart? Zeg op. Er staat hier een spy op. Staat hier geen spy op in, Mart? Er staat Zafleur op. Ah ja, ik zei van Zafleur. Van Zafleur? Zijn er geen dingen? Zijn er geen valse dingen? Ja. Dan zijn er geen valse. Kom maar mee naar het bureau, jongen. Wat is er nu? Druk ze, jongen. Kom, testpunt. In die zak, jongen. Pak wij rap twee van die dingen hier. En wij niet eens ook. Onze dief, zeg. Wat zet jij te doen? Hem. We hebben een dieven nou. Ik werk hier wel, hè. Zeg. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Het is papa of mama. Hij is er eindelijk. De Joef speldoos. Oh, Pieter. Jij mag mij een Joef geven. Op mijn mijlen dan nog. De Joef speldoos is het ideale spel voor het hele gezin. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Kom op, Karel. Het was mijn beurt. Dit is de mijne. Wel eens. Foei, Karel. Niet voor je beurt spelen. De Joef speldoos. Het ideale Sinterklaasgeschenk. De spanning is hier te snijden, beste Wilsamaretten. Op het meest baanbrekende evenement zijn ze te werken aan het rondpunt op de N36. En ik sta hier bij een van de topfavorieten van vanavond. En zij is speciaal van over de provinciegrens naar hier afgezakt. Want Lien, jij komt uit Limburg. Nee, helemaal niet. Ik kom uit Dendermonde. Ik spreek alleen maar zo. Ik heb speciaal spreeklaas gevolgd. Een mis moet op alles voorbereid zijn, Lien. Est-ce que vous parlez le français? Spreek je Frans? Ah, oui, oui, oui. Ja, goed. De meisjes hebben bijzonder hard gewerkt deze week en we hebben daar een kleine reportage van. Is goed, Lien. Hosh. Ja. In dit hotel werden de kandidaten afgezonderd om zich voor te bereiden. Meteen een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Als ze dan een koek aan beginnen toelaten, bedoel, wat zegt dat dan niet over ons? Dat is er maar anders nog wel een lekker lager ding uit zijn man. Maar we dan een klein stukje gaan komen, zoals je pilleke Veronique, maar zo gaat paas, nee? Ik slaap ermee op de kamer, ik heb het zelf gezien. Die heeft 4 tepels, dat is niet eerlijk. Vandaag onderzoekt de jury of de kandidaten over de vaardigheden beschikken die een Miss Universal Prestige nodig heeft. Goedendag. Dag, kleed je maar uit. Pardon? Laat ze maar een moppie. Oké. Zou je het gedaan, hè? Tuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Niet. Als Miss Universal Prestige zult je merken dat je in de loop van je carrière al een keer verschillende dingen hebt moeten oprapen. Voilà. Okay. En ook zwaardere dingen moeten opgehoffen worden. Ik krijg hem niet omhoog. Jawel. Als Miss Universal Prestige Vlaanders ga je dan misschien wel een tegenkomen in je carrière dat je gaat moeten springen. Hoe bedoel je? Carrièresprong of zo. Doe maar een keer. Ze zijn me vertrokken, zeg. Er doet de wij van een carrière naar ze vast springen. Als Miss Universal Prestige droomt er misschien van om Hollywood-actrice te worden. Je mocht voor ons een keer een scène improviseren dat je onder de douche staat. Vergeet er nog een stukje, hè. Iets meer naar boven, mooi. Tot slot wordt ook de intelligentie getest aan de hand van een korte quiz. Eerste vraag. Wat is je cupmaat? De mijne zet er niet bij. En zoals u ziet, beste Felice en Mariette, valt er op zo'n verkiezing helemaal niets te winnen, alleen maar te verliezen, zoals bijvoorbeeld uw zelfrespect, oké? En DJ Nico is er misschien tegen, maar uw lief vastzitten in de studio vind ik van helemaal geen respect getreft. Domme Marcel! Speciaal je lievelingsthee gemaakt.
Mijn munt. Twee klontjes, zoals gewoonlijk. Alsjeblieft. Zou je raar een stukje taart van de week geven, maar dat is voor de kijkers. Voor de prijskamp. Begrijp dat wel, hè? Gezellig, met z'n tweetjes. Hé, meisje, hou maar op met je te vervelen, want hier is My Little Tony. Speciaal voor de allerkleinste vrouwtjes, een Tony-pop met heerlijke zachte haren op zijn hoofd en op zijn borst. Met één druk op de knop kan je hem zelfs doen praten. Okidoki, pianissimoke, bola bola. Au, Tony, voorzichtig. Hola, Tony krijgt hier een knuffel van een vrouwtje. Snap hem, Tony. Hola, Pola. Ik denk dat Fiji Tony hier nog niet klaar voor is. Oh nee, deze richting wil ik met mijn leven niet uit. Miauwkes. Kijk eens allemaal wie dat er hier is. Ah, zeg, godverdomme, hij is hier zinnen. Inderdaad, Schilderduizen en zijn knecht. De zwarte walpiet. Ah, zijn de kindjes braven geweest van de jaren? Ja! En ik zou het graag even willen hebben met jullie over de stoute kindjes. Hé, want je weet wat er gebeurt bij stoute kindjes, hè? Tja, ja. Als dat maar eens. Dat is het eerste. Jawel, Piet. Nee, toch, de stoute kindjes die verzeilen in de criminaliteit. Ah. En die beginnen dan drugs te pakken en te dealen en alle te snuiven en van alles. En dan komen ze in de gevangenissen terecht. Ah ja. En dan gaat dat wat pech tegen stel wat de douche mee was. Wat zwarte pieten gebruikten vroeger omdat je zeepel uit te vallen had. En dingen ze, ja, maar dat is niet anders. En dan komen de traantjes wel, hè. En dan is het wel weer een blijte muilken, hè. Als je 20 jaar zonder de mama en de papa. Dat gebeurt er met de stoute kindjes. Ze zijn jongen, vader is stembouwer. En is uw vader braaf geweest van het jaar ook, ja? Ja. Zijn milieubelasting ingevuld en al. Zijn taxen betaald, ja? Ja. En werken er illegaal op die dinges? Ja. Dan moet je niet opschrijven, Wapet, dat er illegaal naar werkt. Nee, dan gaan we die vader een keer een bezoekje brengen. Geef dat kind een chocolade peetje. Ja, hier zeg, het kindje heeft tekeningen gemaakt. Ah, ze hebben een schoon tekeningetje gemaakt, zeg maar. Dat is goed, ze hebben het Sinterklaas. Maar wat had je die nog geen achterlegd? Ai, dat gaat dat kosten, zeg. En heb je geen milieuvergunning voor dat huis, want dan sta je precies in een natuurgebied. Hoor wie klopt daar kinders, hoor wie klopt daar kinders, hoor wie klopt de koevoet door het raam. Het is een vreemdeling zeker, die gaat stelen zeker, ik zal eens zeven vragen naar zijn verblijfsvergunning. Sint-Nicola. Kom van ergens, dan komt Sinterklaas van Spanje met zijn boot vol zwarte pieten. Aukes, een boot vol pietermannen. Dat moet wel eenzaam zijn zo zonder vrouwtjes. Maar ik doe dat maar elke per jaar, hè. Ja, maar dat is nog veel. Bij Fisietonisch is het veel minder. Allee, wat zou jij graag nog willen van de Sint? Wow, ik weet het niet. Ik heb daar niet zoveel ervaring mee, lieve Sint. Oh, Sinterklaas brengt Fisietonisch helemaal in de war. Ja. Hoe ga ik u niet komen van... Ja, maar ja, moeten wij wel naar die prijs uitreiken, hè? Zou je graag met een zwarte pitnik willen zijn? Oh, okidoki, pianissimo, oké. Maar zijn zwarte pieten normaal niet veel groter? Jazeker, beste Willys en Marietten. En intussen zit DJ Nico vol ongeduld te wachten op de komst van zijn volgende centrale gast. En deze keer is gezien... Nee, zal die dat ik moet zijn? Jazeker, kom erbij, beste Willy. Want we gaan vandaag proberen een beroep extra in het roemetje en in het zonnetje te zetten. En deze keer is dat niets minder dan het mooie en nuttige beroep van slotenmaker. Mijn eerste vraag aan jou is de volgende. Kun je dat spel hier losmaken? Best wel. Fantastisch. Dag, kleine man. Wil jij een keer spelen met Marcel's spel? Marcel daagt jou uit voor het Marcel woordspel. De D. De D is juist. Kan jij het juiste woord raden? R. Ah, nee, dat is fout. Haast je dan, want als Marcel volledig is verschenen, dan verlies je. Ik zal je een keer een kleine tip geven. We zoeken een denk, een woord. Is dat denk? Ja, bravo, kleine man. De winnaar krijgt verdiend een heerlijk taartje. Smul maar lekker op. Het Marcel Woordspel. Raad jij het juiste ding? Een product van Dinktoys. Beste Willys en Maarten, straks wordt hier de winnares bekendgemaakt van de eerste Miss Universal prestigewedstrijd. En de overhandiging van het kroontje en het lint gebeurt door niemand minder dan Sinterklaas zelf. Kan het toepasselijk in deze periode? We gaan eerst even kijken, want er is rivaliteit ontstaan tussen twee kandidaten. Enkele reacties. Dit is helemaal niet fijn, gij. Je weet dat ja, dames, wat is er aan de hand?
Zij heeft mijn eigen mening afgepakt. Zij heeft mijn mening gepakt. Zie, ik heb mijn eigen mening over de honger in de wereld en zo. En over dat niet goed is en zo. En zij heeft die gewoon afgepakt. Dat was mijn eigen mening, jij hebt die afgepakt. Ja, maar en zou het niet kunnen zijn dat we toevallig dezelfde mening hebben? Dagens ja. Crisis opgelost. En wij gaan even kijken naar de laatste voorbereidingen die aan deze finale vooraf gingen. Aan de vooravond van de eigenlijke verkiezingen kunnen de missen nog even rustig genieten in het wellnesscenter. Wauw. Prachtige verkiezingen, nee, man. Zeer mooi, zeer mooi. Och, ik heb het je gedonder. Wat doe je? Ma, je poefel. Annette, hoeveel doe jij poefel? Jij poefel. Niet vechten, wij, niet vechten. Bewaar dat voor straks een moederbad. Wie heeft er zin in een lekkere massage? Ik ja! Als Miss Universal Prestige kan het al een keer voorvallen dat je op het onverwacht iemand moet masseren, hè? Doe dat goed, jong. Allee, kan je het dan een keer volledig omdraaien, hè? Maar voor de nacht valt, is er nog een klein incident. Meisjes, ik vind dat werkelijk geen respect en voor totaal. Ik had nog een keer vragen wie net er hier in de lobby geschiet. En met alles straf ik je heel de groep, hè? Ja, sorry, ja. Eerst zegt je dat ik wel losser moet zijn en nu is het weer al niet goed. Trouwens, het meeste was wel in de pot, hè, maar ja, daar wordt ook niets over gezegd. Morgen is de grote dag. Tijd voor een verkwikkende nachtrust. Oh. Ik ging gaan kijken naar de meisjes of ze al goed slapen, want het is een drukke dag morgen. Ik zou niet willen dat ze wakker liggen, hè. Ik ga kijken naar de mesjes of de matrasjes of dat goed ligt. Als je goed slaapt en ik. Allee, goedenavond. Oh, ja, ik ging juist gaan kijken wat er hier nog te foefelen valt. Ben ik in de voorzitter, hé? Zeg, jij wakker? Hé, hey, ja, hey, wat is dat? Ja. Zit jij wakker? Is alles naar wens? Ja, dat is zeker. Ik alles naar wens. De bedden zacht genoeg? Ja, dat is alles zeker naar wens. Zijn we gerust in. Zeg, jij zou het graag willen winnen? Ja, ik zou vliegen. Ja, zou jij zo fysiek worden, moet je zo winnen, zo mensen vastpakken en zo? Dat zou wel zijn. Ik zou er echt vanaf alles voor over hebben te winnen. Alles? Alles. Ik zou alles doen voor die preparé te winnen, man. Preparé, de chef? De chef. Lintje, Lintje, slaap je al meisje? Rustig, kindje. Psst, meisje. Wat doe je hier? Wel, dat zou nu wel een keer kunnen dan als Miss Universal Prestige midden in de nacht een keer bezoek krijgt van iemand van de organisatie. Om wat te doen? Wat dan eigenlijk voor jullie? Wat dan op je van zak! Uit de wedstrijd, gedisqualificeerd! Hey, dat was een intelligentietrist. Dat is Gertje, je slaapt. Ja! Maar alstublieft, jong. Oh, ik heb prijs, ga zo bij Lintje. Waar kom je hier? Ja, ik ben me gaan verlagen van kamer, want die Veronique die snurkte zo. Huh? Is dat een zuigplek in de nek? Ola, en hier was als we op vakantie waren in Dink, weet je nog? Dat was plezierig. Madeleine had nu even geduld moeten hebben, want Marcel moet nog een prijskamp presenteren voor ons staartje van de week. En de vraag luidt als volgt. Hoe graag ziet Marcel zijn vrouwtje Madeleine? En kan haar een kleine tip geven, één hele briefkaart gaat niet voldoende zijn. Marcel mist zijn vrouwtje. Ola, wat is dat hier? Overlet ik. Wat is dit doen, hè? Hey, hoplooi, zeg. Jij moet straks naar de misverkiezing, hè? Ja, waarom? Nieuw, het VJ Tony computerspel. VJ Tony gaat op zoek naar een vrouwtje. Miauw. Miauwkens. Maar onderweg komt hij allerlei obstakels tegen. Hola, hola. Ja, wat is dat er? Uren spelplezieren. Ja, wat is dat er?
Visitoon is een beetje zenuwachtig nu Sinterklaas hem gaat meenemen naar het verre Spanje. Maar waar is Sinterklaas gebleven? Heeft Visitoon niet terugverlaten zoals vroeger? Voor een andere man, dat is een spelen met gevoelens. Dat doet je niet. Vieze Tony begint zijn geloof in Sinterklaas een beetje te verliezen. Ja, we hebben precies een dringende oproep gekregen. Als zou er hier in het station een verdacht pakje zijn achtergelukt. Dus Walpiet... Daar zit er niet. Daar zit er een pakje te blinken, zijn deur, kijk. Ja, godverdomme, moet je opletten, zo Walpiet, want dat kan misschien een bom zijn, ze. Hé, een bom, zijn man. Doe geen maar op, mee. Allee, ja, doe maar op, nee. Zal ik hier wel de wacht houden, nee. En? Ja, dat is toch bij een klein. Wat, hè? Hier? Ach, verdomme, wie doet het dan? Zij hier een klein achterlijke. Hé? Ik ben bang zijn boos, je kunt als je een zwarte Walpiet en zet erdoor zien. Walpiet weet wel wat dat wil zeggen, man. Wat, hè? We zijn dat wij beroemd gaan worden, man. Ja? De pers gaat erop afkomen en we gaan die kleine naam mogen geven en al. En in alle gazetten en in dingen zijn dingen, dan... dingen, Gaston Walpiet. Nee, doe niet belachelijk, hè. Hé, die doos, hè. Allee, toen. Hé, Sinterklaas. Je ziet daar zo op het. Ja, godverdomme mannen van Zaffelaars. Wat is het, Jaspers? Heb je een traanmest? Je beseft toch dat hier Zaffelaars grondgebied is? Ja, wat dan? Gaan we mijn proces aan doen of wat? Nou, we hebben zeggen dat hij klein van ons is. Dat is niet waar, we hebben die gevonden, die klein is van ons, jongen. Wij zit niet. En dan wil het zijn dat die klein Jasper van Zaffeler gaat eten. Dat kunnen ze je kind niet doen, mannen. Och, jongen, die ofwel is hij van ons, ofwel is hij van niemand. Allee, kom. Oh, godverkom. Allee, kom. Geef dat hier, jong. Ga nog wat bandietjes gaan pakken. En stik ze in een zak, hè. Sinterklaas. Och, jongen, maar weet je wat, jongen? Blijf ze de zak op, gij. Een velle fliek. Weet dat moeder dat hij fliek zit? Gaston, telefoon. Daar is van Danto de meesterkiezingen. Hallo. Voilà ze, want die niet iedereen mag binnen, nee, want het is goed voor mijn vieze vetzak al ongeveer. Welkom terug, beste president. En het loopt een turbulente finale te worden, want er is alweer sprake van een of andere opschudding. Echt wel, ik meen het, ga mee. Nico, ik ga niet jawel mee. Saskia is dood geweest en nu moet ze mee met de cent. Dat is belangrijk voor mij, je verstaat dat niet. Als je mij echt graag ziet, dan laat je mij. Maar jij bent belangrijk voor mij, ik wil gewoon niet dat je meedoet. Waarom niet? Omdat DJ Nico met jou wil trouwen. Hè? Wat heb ik nou, mijn kut? Nico, het gaat niet tussen ons. Ik denk dat ze het uitmaakt. Ja, dat ze het uitmaakt, ouwe vieze rek. Dat is wel mijn eigen mening, hè. Ja. Nico, het gaat niet meer. Het is voorbij. Ja, en er zal je niet de bot willen meer gewonnen worden, want de verkiezingen zijn afgelast. Nou breken mijn flappen helemaal open. Er zijn er ineens twee. Ja, we hebben een anonieme tip gekregen dat een van de deelnemsters nog minderjarig is. Walpiet voor het slachtoffer uit de veilige zone. En noemt ze Eddie Dozef. Dat moet je doen. Geen houden voor niets beschamd, schilder. Kom maar een keer mee, Sinterklaas. Kom. God van de modder een beste dag niet worden. Wat een onverwacht einde, beste Willis en Maretten. En wij gaan eruit met een leuk muziekje. En dat is deze week Robbie Vinnie met Mooie Meiden. Mooie meiden. Jij het naar homo? Zeker niet, Vigitonius! Zeker geen homo! Oh nee! Nee, Vigitonius houdt alleen van de vrouwtjes! Van binnenvrouwtjes! Van de kerstvrouw! Oh, ga weg, gij homo, gij! Gij, zeker niet van Vigitonius! Oh. Mooie meiden, ik word er crazy van. Mooie meiden, ik weet niet waar te kijken. Mooie meiden, er zijn er veel te veel. Mooie meiden. Madeleine? Wachten heeft lang genoeg geduurd. Marcel komt eraan. Zeg je, Madeleine? Madeleine heeft gelijk. Taartje is nog niet geraden geweest. Zal nog even wachten.